Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga jullie vandaag meenemen in mijn ervaringen met voornamelijk vegetarisch eten. Zoals jullie in de boodschappenshoplogjes hebben kunnen zien, ben ik meer vegetarisch gaan eten. En met meer vegetarisch bedoel ik dat ik eigenlijk alleen maar vegetarisch eet met hier en daar een uitzondering. Ik zou mezelf bijna vegan kunnen noemen, omdat ik eigenlijk ook sowieso al niet zo heel veel melk en kaas en eieren en dat soort dingen eet. Maar, like I said, soms glipt het er tussendoor of soms neem ik toch wat van dat soort producten. Of, zeker nu met het barbecue seizoen, kan er niet altijd mee rekening gehouden worden. En dan eet ik toch een klein stukje kip of zoiets. Dus ik ben niet volledig vegetarisch, dus ook niet vegan, om het zo maar uit te leggen. Ik ga het vooral hebben over wat ik zelf heb ervaren en de voor- en nadelen die ik merk. En ik ga het niet hebben over dierenleed of dat soort dingetjes, want dat is niet de reden waarom ik daarmee ben begonnen. En dan wil ik ook helemaal niet mijn voet in deppelen. Dat gaan we gewoon niet doen. Vind je deze video leuk om naar te kijken? Geef hem dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van de video's die ik post op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen met mijn ervaringen. Laat ik beginnen met aangeven waarom ik vegetarisch wilde gaan eten. Ik had de documentaire What the Health gezien op Netflix een aantal maanden geleden. En daarin werden een aantal gezondheidsvoordelen benoemd van het vegetarisch of voornamelijk plantaardig eten. Die ik wel graag wilde proberen. Ik had 7 jaar geleden, denk ik ondertussen, zoiets. Ook documentaires gezien, niet What the Health, maar andere. Ik durf even niet te zeggen welke. Die gingen vooral over het dierenleed van het vlees eten en consumeren. En toen ben ik echt een aantal maanden vegan geweest. Dus ik had ook geen kaas, geen eieren, geen melk, geen honing. Ik was echt heel erg specifiek, vooral op mijn voeding. Vegans hebben ook geen leer en dat soort dingen. Maar ik richtte me vooral op de voedingsstoffen die ik tot mij nam. En ik was zo net bevallen van de jongste, van Brooke. En ik ben er uiteindelijk mee gestopt, omdat het wel heel erg tijdrovend was. En ook echt best wel duur in die tijd. En ik was net gescheiden. Dus dat werd heel lastig om dat allemaal te combineren. Maar ik kon me wel herinneren dat ik me toen ontzettend veel energie had en me ook heel goed in mijn lijf voelde. Dus ik was ook weer erg enthousiast om het nu dit keer te proberen. En dan langzaam te beginnen met gewoon vegetarisch eten en kijken wat dat mij voor gezondheidsvoordelen zou opleveren. Volgens die documentaire die ik dus een aantal maanden geleden heb gezien, zou het gaan over verminderen de kans op hart- en vaatziekten, verminderen de kans op kanker, minder last van ontstekingen enzovoorts. Ik heb daar ook ondertussen een blog over geschreven, dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn in welke gezondheidsvoordelen gelinkt worden aan plantaardig voedsel, dan zal ik die onder in de beschrijving linken. Dat zijn eigenlijk een beetje de redenen waarom ik daarmee ben begonnen. Ik heb daar zelf best wel veel last van, dat als ik oefeningen heb gedaan of als ik veel gewandeld heb, dan voel ik dat heel erg in mijn knieën of in mijn enkels. En dat houdt dan soms best wel een paar dagen aan. En dat is wel iets waar ik rekening mee moet houden. Artrose, reuma en dat soort gewrichtsklachten zitten bij ons in de familie. Dus dat is eigenlijk de nummer 1 reden waarom ik wilde beginnen met plantaardig eten en kijken of dat daar een verschil in maakte. Hoe ik dat heb aangepakt is dat ik een aantal recepten heb opgezocht of heb gevonden die een plantaardig zijn, dus een plantaardig dagmenu. En de gewone maaltijden die wij regelmatig eten onder de loep leggen en kijken welke dingen ik kan vervangen door vegetarische producten of door vleesvervangers. En dat viel me eigenlijk alles mee. Het gaat vrij makkelijk. Een yoghurtje in de ochtend kan je vervangen door opro soja yoghurt of andere soort soja yoghurt. Meeste beleg is ook wel in vegetarische variant te vinden. En vleesvervangers heb je ook eindeloos. We aten sowieso al vaak kaasnietsels, maar je hebt ook vegan gehakt, vegan hamburgers, vegan of vega kipstukjes, vega kipsnitzel. Je kan ze gek niet verzinnen. Of ze hebben er tegenwoordig een vleesvervanger voor. En de kosten vallen me nu echt een stuk mee. Vergeleken met 6, 7 jaar geleden. Waarin ik ze echt aanzienlijk duurder vond als gewoon vlees. Ik merk het absoluut in mijn portemonnee dat we plantaardig zijn gaan eten. Het scheelt echt wel met de maandelijkse boodschappen. Het is een stuk goedkoper. Dat is een beetje hoe ik het heb aangepakt als je benieuwd bent naar een standaard dagmenuutje. Ik heb ook pas een eetdagboekje gepost, dus dan kan je ook kijken. Dat is een beetje standaard wat ik per dag eet nu. Maar zoals ik al zei, het is vrij simpel om vlees uit je algehele dieet te halen, omdat er zoveel verschillende soorten vleesvervangers zijn. Het enige waar ik nog een heel klein beetje tegen struggle is vegan of vega kaas. Ik kan gewoon geen goede smeltkaas vinden. Dus als je een lasagne maakt of als je een
pasta maakt. Of als je iets van een gerecht hebt waar je geraspte kaas wil hebben. Of waarbij je kaas wil hebben wat smelt. Daar heb ik nog geen goed alternatief voor gevonden. En dat zou dan ook zo'n situatie zijn waarin ik nog gewone kaas gebruik. Dan de gezondheidsvoordelen. Welke gezondheidsvoordelen heb ik ervaren? Het allereerste wat mij opviel toen ik begon met plantaardig eten was de verandering in mijn huid. En dat was niet zozeer gelijk positief. Ik had heel veel van die hele kleine pukkeltjes overal en die had ik toch wel af en toe. Maar ik had het gevoel dat het nu heel erg werd, ook op mijn schouders, op mijn rug, op mijn borst, in mijn gezicht. Allemaal van die hele kleine onderhuidse puistjes, ik kan het niet anders omschrijven. En ik kon niet zo heel goed definiëren waarom, maar het eerste wat ik dacht is, er verandert iets in mijn hormoonbalans nu, dus misschien is dat het. En als je naar de onderzoeken gaat kijken, is dat een hele goede verklaring. In vlees zit een heleboel hormonen. Koeien, varkens, kippen, die worden natuurlijk met allerlei antibiotica, hormonen, noem maar op behandeld, om zoveel mogelijk vleesproductie eruit te kunnen halen. En als dat ineens wegvalt, dan valt er dus ook een stukje uit jouw eigen hormonen, zou kunnen. Dat een verklaring kan geven waardoor je huid wat onrustiger wordt. Plus dat ik zelf ook merk dat een aantal vleesvervangers een stuk vetter zijn als het vlees wat ze vervangen. Waardoor je dus ook meer vet binnenkrijgt. En het zou natuurlijk kunnen dat als je meer vet binnenkrijgt dat je huid daar ook op reageert. Dus één van die twee of misschien een combinatie daarvan heeft daarvoor gezorgd. Ik merk dat nu ik wat meer let op de vleesvervangers en welke meer of minder vet hebben ten opzichte van elkaar. En ik het wat langer aan het doen ben, mijn huid wat rustiger wordt. Ik heb wel hier en daar een flinke puist nog af en toe. Maar ik merk een heel groot verschil met daarvoor. Ik merk dat de huid die sowieso geen pukkeltjes of zo heet, ook een stuk gezonder is. Het is minder droog, het is minder schilferig. Ik merk ook dat een couperose wat minder wordt. Of minstens minder prevalent is. Dus ja, ik ben daar wel heel erg blij mee. Andere fysieke wat ik eigenlijk bijna gelijk opmerkte, was dat ik veel minder een opgeblazen gevoel had. Ik kon zeker aan het einde van de dag een enorme druk in mijn buik voelen. Heel veel, ja, het was gewoon echt opgezet. Een beetje pijnlijk ook. Zeker na een lange dag. En als ik daarbij veel kaas of melkproducten had, zuivelproducten heb gegeten. Omdat ik nu sowieso 's ochtends al mijn yoghurt vervang door soja, krijg ik denk ik ook minder lactose binnen. Dus ik heb echt niet meer zoveel last van pijnlijke buik. En ook echt niet meer zoveel dat het is opgeblazen. Dat is, vind ik, echt een mega grote verbetering. Want daar had ik toch echt best wel veel last van. Ondertussen ben ik nu bijna 3 maanden vegetarisch. Dus ik durf ook wel te zeggen dat mijn migraines ook een stuk minder zijn. Ik ben natuurlijk met heel veel zaken bezig geweest erin. Met minder cafeïne nemen. Met minder varkensvlees. Met geen chocola meer. En ik merk dat ondanks dat ik nu af en toe wel weer een kopje cafeïne of koffie. Met cafeïne neem of vegan chocola neem, dat ik eigenlijk nog maar zelden echt migraine heb op een manier waarop ik het niet kan verklaren. Dus ik heb vooral hormonale en stressmigraine. De hormonale migraine is er nog wel, maar is minder heftig, legt maar minder lang lam. En de stressmigraine, ja, dat is ook gewoon te verklaren. Heb ik misschien nu 2 episodes gehad in 3 maanden tijd waarvan ik dacht van ja, dat is echt te verklaren doordat er enorm veel stressvolle situaties gebeurd zijn en mijn lichaam nu gewoon rust nodig heeft. Wat ik na 3 maanden wel durf te zeggen is dat de lengte van de migraines een stuk korter zijn geworden. Meestal was het ergens tussen de 1,5 en 4 dagen dat ik er echt last van had. En het is niet 4 dagen op bed liggen met migraine, maar dat ik merkte dat het weer opspeelde en dat ik medicatie ging nemen of extra rust ging nemen of extra water of dat ik ging smeren om mijn spieren los te houden. Dat ik proactief bezig was om de migraine te doorbreken of te voorkomen dat het doorzette. Dat duurde meestal dus 1,5 tot 4 dagen. En nu is het meestal 1 dag tot misschien 2 dagen dat ik echt denk van oh, ik moet nu eraan toegeven en gaan proberen te voorkomen door meer water te drinken, medicatie te nemen, mijn spieren in te smeren, dat soort zaken. En dat is natuurlijk ook een hele grote winst. Dus het komt iets minder vaak voor en ze duren ook minder lang. Een van de voordelen van plantaardig eten die best wel vaak terugkomen is dat het makkelijk is om gewicht te verliezen.
Daar ben ik zelf eigenlijk niet zo heel erg mee bezig geweest. Ik ben vooral bezig geweest met recepten te vervangen, andere maaltijden te maken. En daar meer aan te wennen en dat meer een standaard te laten zijn. En niet zo heel erg bezig geweest met in een calorietekort te eten. Ik ben dat wel heel langzaam aan het doen. En ik merk dat het wel makkelijker is om in je calorietekort te blijven eten. Want de meeste plantaardige vleesvervangers, die hebben gewoon minder calorieën als het vlees wat ze aan het vervangen zijn. Dus dat scheelt wel heel erg. Plus omdat je daar al best wel mee bezig bent, neig je ook meer naar fruit en groenten en andere gezonde producten. En wat minder naar de dierlijke tegenhanger daarvan, die vaak inderdaad meer calorieën bevatten. Plus dat ik merk dat het eigenlijk allemaal heel erg vullend is. Dus ik heb soms ook wel moeite om alles te eten wat ik had bedacht. Dus dat is op zich een heel goed teken. Ik denk als je er wat meer mee bezig bent qua de hoeveelheden die je eet, dat je zeker wat gemak daarvan kan hebben. Plus wat ik wel heel erg heb gemerkt is dat mijn lijf reageert heel sterk op als ik bijvoorbeeld een keer te veel heb gegeten. Neem aan een barbecue of een feestje of een verjaardag. Dan kom ik al gauw 1,5 tot 2 kilo aan binnen een dag. Ondanks dat ik dat niet heel gek doe. Het is gewoon de hoeveelheid koolhydraten volgens mij dat ik van vocht vasthoud. Normaal gesproken voorheen duurde dat bijna een week voordat die enorme toename weer weg was. En ik weer op hetzelfde gewicht was als de dag van het feestje. En nu is het een dag of 2, 3. Dus het is aanzienlijk korter geworden. Dus het is makkelijker voor mijn lijf om ook weer het water los te laten, om het zo maar te zeggen. Het grootste verschil wat ik heb gemerkt is toch wel het gemak waarmee je nu vegetarisch of zelfs vegan zou kunnen zijn. Het ligt bijna in alle supermarkten. Het is super simpel met maaltijdvervangers, vleesvervangers. Je kan het bijna 1-op-1 met elkaar wisselen. Als jij hamburgers wil maken voor je kind, dan maak je zelf een vegetarische hamburger. Het kost helemaal niet meer. In sommige gevallen is het zelfs goedkoper. En ik vind het een stuk makkelijker als 7 jaar geleden, waarin het en heel duur was. En ook echt wel gewoon heel veel tijd in beslag nam om te zorgen dat je genoeg eiwitten en vitamines en zo binnenkrijgt. En dat is nu absoluut niet meer zo. Plus dat het ook een stukje sociaal geaccepteerd is. Het is natuurlijk echt het seizoen van de barbecues. En tegenwoordig kan je gewoon aangeven van, oh, ik ben vegan of ik ben vegetarisch. En dan zorgen mensen gewoon dat er een vegetarisch pakketje ligt. Wij hadden pas een barbecue en dan kan je dat doorgeven. En dan komen ze letterlijk een vegetarisch barbecue pakketje afgeven. Er liggen vegetarische barbecue pakketjes bij de Albert Heijn, bij de Jumbo. Ze hebben ook gewoon dingen die je zelf kan samenstellen voor op de barbecue. Bij feestjes, partijtjes, het is eigenlijk echt een stuk simpeler. En ik denk daardoor ook sociaal makkelijker geaccepteerd. Want mensen hoeven ook geen moeite te doen als jij komt. Of dat jij aangeeft van, joh, mijn vegetarisch wil je daar rekening mee houden. Dat is geen enkele moeite. Het is zo geregeld. Dus dat vind ik echt een dikke plus. Zelf ga ik hier ook absoluut mee door. Omdat ik het idee heb dat ik veel fijner in mijn lijf zit. Want ik aangaf, ik heb het idee dat ik veel meer energie heb. Dat ik veel minder snel opgeblazen ben. Mijn huid ziet er beter uit. Minder migraines. En hopelijk heb ik vandaag en morgen ook echt een benefit. Als ik wat meer ga letten op mijn calorie intake. Dat ik ook wat makkelijker afval. Dat zou erg fijn wezen. Dat zijn tot nu toe mijn ervaringen met het plantaardig eten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als jullie zelf ook plantaardig eten. Of in ieder geval een vleesvrije dag. Laat dan in de comments achter welk recept jij het fijnste vindt om dan te eten. Geef deze video een duimpje omhoog als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!